De keuze van de free zone kan consequenties hebben voor de hoogte van de conserverende aanslag die je krijgt als je emigreert naar de Verenigde Arabische Emiraten. Ik kan in een filmpje niet uitleggen wat die consequenties exact zijn. Daarvoor moet ik te diep graven en daarvoor moet ik te veel details noemen. Maar ik wil opnieuw een pleidooi houden om echt goed na te denken over de vraag welke free zone voor jou de beste is. Het antwoord is niet standaard te geven. Het antwoord hangt af van allerlei omstandigheden die variëren van persoon tot persoon. De free zones, dat zijn er 40 ongeveer, die zijn verspreid over 7 emiraten. En elk emiraat heeft zijn eigen signatuur. En ik laat mij niet verleiden om in een kort filmpje alle 7 emiraten langs te gaan en er iets van te gaan zeggen. Want dan verval ik in stereotypering. Maar, zonder de emiraten langs te gaan, er is dus meer dan Dubai alleen. Er is ook Abu Dhabi, er is ook Fujairah, er is ook Umm Al Quwain, er is ook Sharjah, er is ook Ras Al Khaimah en er is ook Ajman. Ik geloof ik ze alle 7 nu heb gehad. En ze zijn allemaal de moeite waard om naar te kijken. En iedereen rent en kijkt, naar mijn mening, iets te snel en iets te veel naar Dubai. Want dat kennen we van Instagram, dat kennen we van YouTube, dat kennen we van tv waarschijnlijk. Terwijl die andere 6 emiraten die overblijven, elk ook zo hun charmes hebben. En in sommige gevallen zelfs de beste keuze zijn. In elk geval qua free zone. Nou, die free zones liggen nooit over de grenzen van emiraten heen. Dus het is, als je een emiraat kiest, dan kan je daarin weer kiezen uit een stuk of, nou ja, het varieert 5 tot 10 free zones. Er zit geen overlap in. Het is wel zo dat een aantal free zones met elkaar samenwerkt. Maar voor zover mij bekend is het zo dat alle samenwerkende free zones, die dus vallen onder één koepel, en die hebben dan vaak ook dezelfde regelgeving en vaak ook hetzelfde portal trouwens, voor mij heel erg prettig, die zitten dan wel weer allemaal binnen één emiraat. Dus er zijn free zones die met elkaar samenwerken, maar die zitten dan wel altijd binnen één en hetzelfde emiraat. Kies verstandig, want de consequenties kunnen langdurig en verstrekkend zijn bij een onhandige keuze van de free zone, dus ook daaraan gekoppeld het emiraat.